Kijk, als ik, mijn partij groot wordt en ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden, dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Laat dat zonneklaar zijn voor iedereen. Wat je gelooft, wat je achtergrond, wat dat ook is. Maar dat wil niet zeggen dat je ook niet moet kunnen wijzen op gevaren van sommige ideologieën. Ik ben zelf al 20 jaar mijn eigen vrijheid kwijt en ik ben niet de enige vanwege fatwa's die komen uit een ideologie die niet accepteert dat je ergens kritiek op hebt. En daar waarschuw ik voor. Ik geloof ook niet dat hij premier gaat worden, omdat ik zie dat Nederlanders een leider willen die kan verbinden, die er echt is voor alle Nederlanders, die internationaal voorop kan lopen, iemand die meerderheden kan bouwen. Dat zit er allemaal niet in. Maar als je vervolgens kijkt naar de plannen van de heer Wilders, en daar moeten we ook eerlijk over zijn, daar staat echt het uitsluiten van Nederland ten opzichte van de wereld, achter de dijken wegtrekken, de grens op slot gooien, dan zou dit land failliet gaan. Vervolgens zeggen bepaalde groepen horen hier niet thuis. Met u eens. Waar ik moeite mee heb, wat hier nu weer gebeurt, is alsof dit programma heeft staan om dit een volgende keer te voorkomen. Mevrouw Jesseltjes. Ja, we moeten ons wel beseffen dat de klimaatcrisis de grootste bedreiging is voor onze bestaanszekerheid, zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat we er echt niet op de lange baan kunnen schuiven. We zullen hard moeten doorgaan met ons daaraan aanpassen. Maar hoe moeten mensen het betalen? Het slechte nieuws is dat Nederland kwetsbaar is. Het goede nieuws is dat Nederland ook heel weerbaar is. We zijn in staat dat op te lossen, maar dat kan alleen schouder aan schouder. En omwille van de tijd gaan we dit... Dit is de kern van het probleem in Nederland. Het vertrouwen van in de overheid is zo lang niet zo laag geweest. Het gasschandaal, het kinderopvangtoeslagschandaal. De politici stonden niet naast de burger. Politici lieten de burger keihard vallen. Toeslagenouders werden uit hun huis gezet. Groningen zitten 10 jaar lang met scheuren in hun muur. En burgers in gedeeltes van Nederland herkennen zich niet meer in het overheidsbeleid. We moeten er ook voor zorgen.